Het ziet er vriendelijk uit buiten, met op steeds meer plaatsen opklaringen. Maar er staat wel een forse wind uit zuidwestelijke richting. En dat alles komt doordat een lage drukgebied over de zuidelijke Noordzee schuift. En dat lage drukgebied zien we hier terug met eromheen gekruld een band met bewolking. Die is afgelopen nacht gepasseerd. Daar is regen uitgevallen. Aan de voorzijde, hele warme lucht in Centraal-Europa. In onze omgeving, veel koelere lucht. De lucht is ook wat droger geworden. Dus in de loop van de dag zien we wel wat vaker de zon doorbreken. Er valt niet meer dan een enkele bui. Vanmorgen, vooral ten oosten van ons, flink wat regen. Een enkele bui verscheen er nog op de radar. En ook dat is vanmiddag niet uitgesloten. Op veel plaatsen. Gewoon een droge dinsdagmiddag met regelmatig zonneschijn, maar een enkele bui is niet uit te sluiten. Stevige wind uit zuidwestelijke richting, windkracht 6 tot 7 aan zee en windkracht 4 tot 5 in het binnenland. Temperaturen aan zee net iets onder de 20 graden, in het binnenland komen we er net boven. Vanavond heel lokaal nog een bui, maar op steeds meer plaatsen klaart het mooi op. En vannacht met een afnemende wind en brede opklaringen daalt dan de temperatuur naar een graad of 13. Morgen lijkt het weerbeeld sterk op dat van deze middag. Er is een afwisseling van zonneschijn en stapelwolken. Lokaal komt later op de dag nog een bui tot ontwikkeling. Maar op de meeste plaatsen is het gewoon droog. Met wat minder wind uit zuidwestelijke richting komt ook de temperatuur wat hoger uit. Langs de oevers van de Maas in Limburg lokaal 24 graden. De komende dagen, heel normaal Hollands zomerweer. De ene dag is de kans op buien wat groter. Met name donderdag kan er zelfs wat onweer bij voorkomen. Vrijdag is op de meeste plaatsen droog. En de komende dagen ligt de temperatuur zo tussen de 21 en lokaal 25 graden. Fijne dag verder.